Namens de 24 Leidse studentenverenigingen overhandigde de PKVV maandagmiddag een brandbrief aan burgemeester Lenfrink. Met zijn brief vraag eigenlijk aandacht voor het mentale welzijn van studenten. En dan hier specifiek in Leiden, maar ook landelijk, want het gaat slecht met studenten, blijkt uit onderzoek. En we merken dat zeker ook als we kijken naar de voorzitters van de verenigingen in Leiden. Dat zeggen het gaat niet goed met onze leden of studenten. Dus we willen eigenlijk vragen aan de gemeente of er kan kijken naar een heropening van studentenverenigingen. Want we zien dat het misschien een oplossing kan zijn voor dit probleem. En of er passend beleid kan komen voor studentenverenigingen in de toekomst. We willen graag in gesprek gaan met de burgemeester over dit onderwerp. En we hebben altijd goed contact met de gemeente Leiden. Dus daar wil ik graag overleg over plegen. Nou ja, ik vind het heel goed dat dat gebeurt. Want we hebben de afgelopen weken eigenlijk in het land gezien dat de horeca zich behoorlijk roert. Dat binnen de cultuursector heel veel mensen zich roerden. En het is heel belangrijk dat dit aspect ook nog even goed onder de aandacht wordt gebracht. Want we hebben al een tijd gezien, ook uit landelijke onderzoeken, dat het met jongeren niet zo goed gaat. Met hun psychisch welbevinden niet zo goed gaat. We zien het aantal zelfmoorden omhoog gaan. Dus het is niet alleen maar een praatje voor de vaak. Het is echt serieus waar dat jongeren echt verlegen zitten op contact, op allerlei mogelijkheden om met elkaar te doen. Er kan te veel niet op dit moment, dus dat moet gebeuren. We zijn blij dat het onderwijs weer open is, maar dat er meer moet gebeuren is evident. Heel goed dat daar aandacht voor gevraagd wordt. Deze brief is een beetje viraal gegaan. Ja, ik heb begrepen dat in andere studentensteden ook overhandigd is. Dat is denk ik heel goed. Veel studentensteden, daarvan is de burgemeester tevens voorzitter van de veiligheidsregio, zit dus in de veiligheidsberaad. En dit thema is in het verleden ook wel vaker aan de orde geweest. Maar ik voorspel dat het vanavond in ieder geval besproken gaat worden. En ik hoop dat het ertoe leidt dat de studentenverenigingen binnenkort ook weer van allerlei dingen mogen. Met hun leden, in hun panden, want dat is belangrijk.